Wist je dat 1 op de 5 mensen in Nederland heeft te maken met een depressie? 1 op de 5. Hoeveel mensen zijn dat in deze ruimte? Mensen die te maken hebben met negatieve gevoelens of negatieve gedachten? Of misschien ben jij het zelf wel die 1 van de volgende symptomen van een depressie herkent. Herken je bijvoorbeeld dat gevoel van je ligt in je bed en het lukt je gewoon niet om in slaap te vallen. Je bent maar aan het woelen en het draaien en het lukt je niet om te gaan slapen. Of je zit op je werk, je hebt een berg werk voor je neus liggen en het lukt je niet om je te concentreren. Of je hebt enorme drang naar eten, je wil maar eten, je wil maar eten, terwijl je eigenlijk net gegeten hebt. Of je hebt het tegenovergestelde, je wilt helemaal niet eten, terwijl je eigenlijk wel zou moeten eten. Of je bent chagrijnig, geïrriteerd, juist naar de mensen waar je zo van houdt. Natuurlijk zorgt niet 1 van die symptomen ervoor dat je last hebt van een depressie, maar zijn het meerdere symptomen. En ook voor een langere periode. Maar de vraag is misschien wel, hoe komt dat nou, hè? Hoe komt het nou dat zo ontzettend veel mensen in Nederland, zo'n welvarend land, last hebben van een depressie? En, zo zeggen de voorspellingen, dat depressie straks volksziekte nummer 1 dreigt te worden. Komt het door die enorme druk die we van jongs af aan al ervaren, die druk om het goed te moeten doen? Als je op de basisschool zit, dan moet je goed zijn in taal, rekenen en schrijven. Maar of je goed bent in handvaardigheid, of tekenen, of gimmen, dat is niet zo belangrijk, want dat wordt niet getoetst. Of komt het door die druk van de social media? Komt het daardoor? Als je Facebook of je Instagram openslaat, komen de meest fantastische beelden tevoorschijn. Mensen die op vakantie gaan, mensen die op feestjes gaan, nieuwe kleren hebben gekocht. Mensen die uit bed gesprongen zijn en die er meteen fantastisch uitzien. Of komt het door onszelf? Al die ballen maar in de lucht willen houden. Goede moeder, een goede vader willen zijn, een goede broer, zus, vriend, vriendin, werkgever, werknemer. En als het ons niet lukt om die ballen in de lucht te houden, dat je dan een gevoel ervaart van schuldig, een gevoel van waardeloos. Dat een depressie vervelend is, naar is en dat je je leven behoorlijk kan beïnvloeden, dat is een feit. En dat vertellen ook deze mensen. Nou, voordat ik bij jou kwam, werd ik gewoon wakker met een zwarte wolk boven mijn hoofd. Ik leefde in een soort zwart gat, waar ik gewoon niet eens het lichtje van meer zag. Stress, heel gespannen gevoel. Eigenlijk het niet echt lekker kunnen ordenen van mijn hele leven. Alles kostte heel veel moeite. Ik was constant moe en ik had nergens zin in. Eigenlijk bestond mijn dag alleen maar uit wegrennen. Omdat je anderen geen pijn wil doen met jouw probleem. Ik ben er toch niet geschikt voor. Het is niet aan mij om gelukkig te zijn. Als iemand zegt van jij moet hulp gaan zoeken, ik zal hulp. Ik ken het al zelf wel, weet je, maar er komt gewoon een moment, dat kan niet meer. Iedereen met een depressie wil natuurlijk het allerliefst uit die depressie raken. Iedereen wil uit dat dal omhoog klimmen om zich weer sterker en zelfverzekerder te voelen. Maar hoe dan? 1 van de meest voorkomende, misschien wel meest laagdrempelige behandelmethoden zijn de antidepressiva, de pillen. 1 of 2 pillen per dag zou je zorgen als sneeuw voor de zonden vergeten. Wauw, dat klinkt echt fantastisch. Maar er zit ook een kanttekening aan. Antidepressiva is wellicht wel heel goed bij een zware depressie. Maar bij een lichte of matige depressie zijn de effecten eigenlijk helemaal niet zo bewezen. Daarnaast kijk je bij de antidepressiva vooral naar het symptoom en niet naar de oorzaak. En wat is daar nou jammer aan? Als je nou stopt met die pillen, dan komen je klachten even hard weer terug. Daarnaast hebben antidepressiva ook tal van bijwerkingen. Ik pak mijn lijst er even bij, want ik kon het niet onthouden. Dat was hier namelijk een bergje. Maag-darmklachten, zoals misselijkheid, braken, diarree.
Maag- en darmkrampen, hoofdpijn, droge mond, obstipatie, wazig zien, transpireren, moeite met urineren, vermoeidheid, sufheid, slaperigheid, lage bloeddruk, seksuele functiestoornissen, gewichtstoename, slaapstoornissen, geheugenproblemen, versnelde en vertraagde hartwerking, verlaging van HRV, serotoninesyndroom, bloedingen, menstruatiestoornissen, tinnitus, bruxisme, slaapwandelen, kans op suïcide, manie, hersenbloedingen, insulten, elektrische schoksensaties, agressie, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Een behandelmethode waarbij wel wordt gekeken naar de oorzaak en niet naar het symptoom, dat is de cognitieve gedragstherapie. Bij de cognitieve gedragstherapie kijk je naar de huidige situatie en de oorzaak daarvan. En je kijkt naar de gewenste situatie, datgene wat je wilt. Laat ik de cognitieve gedragstherapie illustreren aan de hand van een voorbeeld uit de praktijk. Laten we Jacques nemen. Jacques is een man van middelbare leeftijd en hij wordt door zijn vrouw aangemeld omdat hij klachten laat zien van een depressie. Als Jacques voor het eerst in de praktijk komt, dan zie je een man die er goed verzorgd uitziet. Strak in pak, zijn haar in de gel, maakt grapjes, is joviaal. En dat is ook de valkuil. Want bij 9 van de 10 mensen met een depressie, zie je niet eens dat ze een depressie hebben. Als aan Jacques de vraag wordt gesteld, hoe komt het nou dat je je zo voelt, dan geeft hij aan dat hij dit gevoel al langere tijd heeft. Het is een opeenstapeling van stressoren die hij heeft meegemaakt. Zijn ouders gescheiden, hij zelf een paar keer gescheiden, ontslagen op zijn werk. Allemaal situaties die ervoor gezorgd hebben dat hij zich voelde zoals hij zich nu voelt. Als hem de vraag wordt gesteld, maar wat zou je nou het allerliefst willen? Dan geeft hij aan dat hij zich het allerliefst waardevol wil voelen, gezien wil voelen. Nou, dit stukje, wat nu besproken is, is cognitieve gedragstherapie. Bij cognitieve gedragstherapie wordt eigenlijk gebruik gemaakt van datgene wat zichtbaar is, datgene wat je weet, datgene wat je bewust bent. Dat is het bovenste stukje van de ijsberg. Ongeveer 10% van je mogelijkheden en capaciteiten zitten in je bewustzijn. Als je goed kijkt, zie je ook iets anders. Je ziet het onderste stuk van de ijsberg. Ongeveer 90% van je mogelijkheden en capaciteiten zitten daar. Je onderbewustzijn. Dus hoe fantastisch zou het zijn als je en je bewustzijn zou gebruiken en je onderbewustzijn zou gebruiken. Dan zou je bijna al je mogelijkheden en capaciteiten inzetten. De vraag is wellicht, ja, maar hoe kom je daar dan? Hoe kom je nou bij dat stuk onderbewustzijn? Je komt daar middels hypnotherapie. En bij een innovatieve behandelmethode die is ontwikkeld, maak je gebruik én van het stukje cognitieve gedragstherapie en hypnotherapie. Nu denk je misschien, al hypnotherapie, is dat niet super vaag? Geitenwolle sokkendiepjes en zo? Nee, niet. Bij deze vorm van hypnotherapie maak je gebruik van passieve imaginaties. Passieve imaginaties zijn eigenlijk een soort verhalen die je luistert in een ontspannen toestand. En juist omdat je die informatie, datgene wat de cliënt eerder heeft gezegd, datgene wat hij wilt, heeft geïntegreerd in zo'n verhaal, is een verhaal helemaal speciaal op maat gemaakt voor de cliënt. Op het moment dat je dat verhaal luistert, ben je bezig je brein aan het herprogrammeren. Je maakt dat oude schijfje, maak je plaats voor een nieuw schijfje. Waardoor je dus sterker en sterker wordt. En natuurlijk is er niet één verhaal, want dat zou wel echt super saai zijn, maar zijn het er 7... Je luistert in een periode van ruim 4 maanden. Onderwerpen van die verhalen zijn bijvoorbeeld het vergroten van zelfvertrouwen, het omgaan met stressoren, het omgaan met angst, verleden een plek geven en het leven in het nu.
Ook Jacques heeft dit behandelprogramma gevolgd en is daardoor uit zijn depressie geraakt. Natuurlijk ging dit met vallen en opstaan, maar is dat niet gewoon onderdeel van het leven? Als je maar met je eigen kracht weer kan opstaan. Na Jacques hebben de mensen die eerder te zien waren op dit filmpje ook deze behandelmethode gevolgd en die willen daar graag iets over vertellen. Zo gaandeweg werd ik ontspannender en ontspannender en ga je dus echt uit zitten kijken naar de volgende sessie. Ik kreeg weer zin in het leven, maar dat echt stapje voor stapje. En dat was heel fijn, dat was heel positief. Ik dacht van yes, ik kan dit. Dit lukt mij, ja. Nooit gedacht dat ik nu alles op een rij heb. Geen zwarte grijze wolken. Mijn positiviteit en mijn energie en alles wat ik altijd ben geweest en wat ik zo lang kwijt was, ja, dat is gewoon helemaal terug. In die depressie, niks kan meer in jouw ogen. Alle deuren zijn gesloten door die protocollen en die verhaaltjes, opent het gewoon deuren. Gaandeweg merk je dan ineens dat die kraan die vol open staat met negatieve gedachten, langzaam dicht gaat. Klinkt super, maar wat nou als de wetenschap om de hoek komt kijken? Daarom is in samenwerking met de Hogeschool Leiden onderzoek gedaan naar dit behandelprogramma. En daaruit blijkt dat 75% van de cliënten die dit programma hebben gevolgd, significant vooruit zijn gegaan ten opzichte van beginperiode. Ze gaven zichzelf eerst het cijfer 4 en uiteindelijk een 8. En weet je, dit is niet het einde van dit verhaal. Dit is juist het begin. Het begin van het aanpakken van volksziekte nummer 1. Zonder medicatie. Gericht op de oorzaak en niet op het symptoom. Kortdurend en vooral op eigen kracht. Dank jullie wel.